Nou, ik heb één keer gespeeld met onder Frank de Boer, voor mij toen een keer een oefenwedstrijd. En ja, het verschil is natuurlijk wat je zegt, de ambiance en ja, stadion, fans, noem het allemaal maar op. Uiteindelijk, ik zei het ook na de wedstrijd tegen PSV, weet je, of je tegen PSV wint of tegen Emmen, blijven 3 punten. En net zo belangrijk natuurlijk in de komende 6-7 wedstrijden. Dus ja, ook weer zaak om zeker de komende 2 wedstrijden voor de Champions League ook gewoon te winnen. We spreken vandaag Joël Veldman over de wedstrijd tegen FC Emmen woensdagavond. Maar eerst willen we nog even iets opgehelderd hebben over een in plastic verpakte auto maandagochtend. Ik zag dat ook, ja. En het verbaasde me echt dat iemand zoiets zou doen, ja. Veldman weet er duidelijk meer over. Ik had wel een plannetje opgebouwd, maar goed, ja, ja, overal staat het al. Met daily heb ik Frenkie's auto een beetje gesield, zeg maar. Maar Frenkie deed alsof zijn neus bloedde en reed in Joël's auto naar huis. Ja, dat klopt, ja. Ja, die was wel redelijk slim, had ik niet verwacht. Ik had ook mijn sleutels niet in een kluisje gedaan of zo. Ik denk, dat zal hij niet doen, weet je wel. Had hij toch gedaan, maar op zich geen probleem. Ik denk, ik ga dat zo eens niet eraf halen of zo. Dus ben ik met Kostas mee naar huis gereden. Oké, en vanochtend? Vanochtend weer met Kostas naar de toekomst gekomen, ja. Nu het mysterie is opgelost en iedereen weer zijn eigen auto heeft, keren we terug naar serieuze zaken. Het lijkt een logische gedachte dat Veldman woensdagavond tegen FC Emmen zijn opwachting zal maken als rechtsback in plaats van de geschorste Nusayir Mazraoui. Ik ga er niet van uit, ik hoop het wel. We gaan nu nog een keer trainen, een laatste training voor Emmen. En dan ga ik kijken of ik erin sta. En misschien hoor ik het niet via een training of zie ik het niet via een training, hoor ik het morgenochtend tijdens de bespreking. Mocht de trainer inderdaad vanaf de aftrap een beroep op hem doen, dan is Veldman er meer dan klaar voor. Ja, als ik nou niet klaar voor ben, ik bedoel, het heeft lang genoeg geduurd. Ik heb 3 oefenduels al gespeeld dan. En ja, dat moet genoeg zijn om dan eventueel nu in de basis te kunnen staan tegen Emmen. Ja. Natuurlijk staat het even anders. Een oefenwedstrijd ook, of een serieuze wedstrijd dan morgen tegen Emmen. Ik ben benieuwd hoe lang ik dat ga volhouden. Hopelijk gewoon 90 minuten. Daar ga ik wel vanuit. Ik bedoel, zo lang heb ik ook wedstrijden gespeeld, lang getraind ook daarvoor. Dus dat moet geen probleem zijn. Tegen PSV viel Veldman na een uur in toen Mazraoui met de rode kaart van het veld moest. De sfeer bij FC Emmen Ajax zal heel anders zijn dan zondag einde middag. Ja, ik heb 1 keer gespeeld met onder Frank de Boer, voor mij toen een keer een oefenwedstrijd. En ja, het verschil is natuurlijk wat je zegt, de ambiance en stadion, fans, noem het allemaal maar op. Uiteindelijk, ik zei het ook na de wedstrijd tegen PSV, weet je, en of je tegen PSV wint of tegen Emmen, blijven 3 punten. En net zo belangrijk natuurlijk in de komende 6-7 wedstrijden. Dus ja, ook weer zaak om zeker de komende 2 wedstrijden voor de Champions League ook gewoon te winnen. Verwacht je een heel verdedigend Emmen? Ja, goede vraag. Voor mij heeft PSV daar ook punten verspeeld. Ook vooral omdat Emmen ook wel leuk kan voetballen. Maar ik denk dat ze ook wel op hun kansen wachten en wat in gaan zakken, denk ik. Ik denk dat ook wel voor morgen zeker het geval is. Dus ik verwacht niet dat zij de poort opengooien natuurlijk. Dus natuurlijk, het veld is daar ook kleiner dan de arena, dus dat wordt zeker lastig. Wat voor wedstrijd het ook wordt, voor Ajax is er maar 1 optie en dat is winnen. Ja, heel simpel. Nogmaals, we staan nog steeds 2 punten achter. We hebben het niet in eigen hand, dus we moeten het druk houden. En we kunnen ook mooi een keer eerste worden, dat is ook wel een keer leuk natuurlijk, morgen. Dus dat zou wel mooi zijn. Ja, is dat ook iets wat jullie extra motiveert? Ja, nou ja, je hoort het vaak genoeg ook door de pers en door mensen om je heen. Dat we al meer dan 1000 dagen geen eerste meer hebben gestaan. Dus dat zou mooi zijn als we dat niet meer horen morgenavond. Ja, al is het maar voor 24 uur ongeveer. Precies, ja, want donderdag speelt natuurlijk PSV. Ja.